Hoi, ik ben jullie raakreporter en mijn naam is Richard. Tot 1 oktober ben ik iedere 2 weken te zien bij Raak TV. Raak, wat is dat ook alweer? Vandaag neem ik en mijn bank jullie mee naar stap 2 van Raak. De planning. Dus jij bent Leila? Ja. Van de planning? Ja. Zo. Nou zo. Dus jij bent Blender. Maar wat doet de Blender eigenlijk? Ik werk op het planbureau en op het planbureau plannen we intakegesprekken in voor alle nieuwe cliënten. Goedemiddag, spreek met planbureau van Renaarden met Leila Simsek. En we zorgen ervoor dat alle nieuwe cliënten zo snel mogelijk een intakegesprek hebben met de best passende gedragskundige. Maar hoe doe je dat dan? Nou, wij plannen afspraken in voor intakegesprekken. De gedragskundigen die hebben de agenda's openstaan. En dan kunnen wij goed kijken welke gedragskundige het best past bij de vraag van de cliënt. Waarom is planning zo belangrijk? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Maar ik denk dat Ella dat beter uit kan leggen. Hier ben ik weer, Ella van Lingen. Wat is het belangrijk dat je snel je eerste gesprek krijgt? Daar zorgt planning voor. En voor de gedragskundige is het nodig dat zij zich vooral kunnen richten op de behandeling zelf. En niet bezig zijn meer dan nodig met administratieve of andere taken. Snel terug naar jullie nu. Nou, dankjewel Ella. Wij zorgen ervoor dat de gedragskundige op tijd alle informatie heeft die wij beschikbaar hebben van de cliënt. Dus die kan zich goed inlezen en is goed voorbereid op de intake. Maar dat is toch ingewikkeld? Hoe doe je dat eigenlijk? Nou, soms is het ook best ingewikkeld en is het best een puzzel. Maar ja, Plancare helpt ons daar eigenlijk heel goed bij. En in Plancare kunnen we ook de cliënt goed volgen in het hele proces. Dus weten we precies wanneer er een intake is geweest en of de cliënt op de wachtlijst staat of al dienstverlening krijgt van Renaarden. Nou, dat was het alweer. Leuk dat jullie gekeken hebben. Over 2 weken is het alweer raak. Dus in één keer raak.